Wie geïnteresseerd is in nieuwbouwprojecten in de stad Groningen kan vandaag en morgen een kijkje nemen op de nieuwbouwbeurs. Voor de 7e keer wordt dit evenement georganiseerd in de Martinikerk. Bezoekers krijgen hier een compleet overzicht van alle nieuwe wijken. Doordat de huizen de laatste jaren niet meer als warme broodjes over de toonbank gaan, is de stemming iets veranderd op de beurs. Banken zijn strenger geworden en de koopsubsidiepot van het Rijk is leeg. Het wordt de potentiële huizenkoper er niet gemakkelijker op gemaakt. Ten opzichte van 2008 is het ongeveer 40-50% zijn er minder huizen verkocht. Dat is bijna de helft? Ja, landelijk gezien. In de stad Groningen is het gelukkig iets minder. Hoeveel is het in de stad Groningen? Ik dacht iets van 20-25%. Het is allemaal niet makkelijk om in sommige gevallen financiering te krijgen. Daarbij wordt iedereen elkaar wat aan het aanpraten qua angst van goh, wat gaat er gebeuren. Toch is men over het algemeen positiever dan een jaar geleden. We merken wel dat er afgelopen maanden, vooral met ingang van de zomer, dat het een stuk meer is aangetrokken en dat er ook mensen meer durven te verhuizen. Het was allemaal een beetje afwachtend en nu mensen nemen sneller de stap om de woning in de verkoop te zetten en ook door te stromen naar een nieuw huis. Dus dat is een stuk verbeterd inderdaad, de snelheid erin. Ja. Toch hoor ik om me heen hele negatieve verhalen. Mensen raken een huis niet meer kwijt, krijgen de hypotheek niet rond. De huizenmarkt hoorde ik net is met 25% aan elkaar gestort. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje waar. Maar we moeten het allemaal ook maar positief met elkaar laten bekijken. Hier op de nieuwbouwbeurs, als iedereen pessimistisch is, dan help je elkaar natuurlijk ook niet. Dus een bepaalde huizentak is natuurlijk nog niet heel erg florissant allemaal. Maar ja, starters, doorstromers, meerstad. Ja, wij zijn best tevreden met alle doorstromers erbij. De nieuwbouwbeurs is er morgen ook nog tot 5 uur.